ik een shoplog voor jullie van de Primark. En hij is zo groot, dus ik dacht, laat ik hem unboxen. Let's go. De pak is dit t-shirtje. Het is een soort vestje met daaronder een wit fluweel t-shirtje daaronder. En helemaal onderin heb je dan ook nog dat stof wat eruit komt. Ik vind hem super leuk en hij is ook super leuk van achter, want hier is hij dan zeg maar open. En ik dacht, deze moet ik echt hebben, want ik vind hem zo erg leuk. Hij kostte 15 euro en spot goedkoop natuurlijk voor dit t-shirtje. Het tweede item wat ik heb gekocht is deze supercoole schoenen. Hij heeft best wel een hoge hak, maar het valt eigenlijk wel mee als je erop loopt. En deze kostte ongeveer maar 22 euro. En voor schoenen vind ik dat echt niet duur. Dus hier ben ik ook echt super blij mee. Het derde item wat ik heb gekocht is dit t-shirtje. Ik vind hem super leuk. Vooral dit zwarte en dat witte hier zo. En ik dacht, deze moet ik ook heel graag hebben. Dus ongeveer kostte die 6, 7 euro. En het vierde item is deze kruik. Oh, ik vind deze kruik zo lekker. Hij is lekker zacht. En oh, I love kruiken. Want de laatste tijd, omdat het heel erg koud is en zo, dacht ik, waarom doe ik geen kruik? Want je vult de kruik lekker met warm water. En I love kruiken. Oh, I love it. Het vijfde item. Dit super coole petje. Nou, ik vond hem echt super stoer. En er staat ook nog op like. En ja, ik wou hem gewoon heel graag kopen. Hij kostte 3 euro. En hij is super basic en lekker cool. Dus yeah. Oké. Okay. Het zesde item wat ik heb gekocht is deze sjaal. Ik vond deze ook lekker basic. En het past echt super goed bij dit petje. Ik vind hem gewoon echt super lekker. Hij is lekker zacht en hij is niet zwart, maar hij is een beetje bruin. Maar op camera is hij volgens mij zwart. Maar hij is een soort, ja, bordeaux, rood, bruinachtig. Nou, ik vind hem super zacht en super lekker en comfortabel. En deze kostte 2,50. Het zevende item wat ik heb gekocht is dit vest. Ik vind hem echt super lekker en comfortabel. Want en hier heb je ook nog van die zakken die hier zo zitten, best wel laag. En dat vind ik gewoon super lekker om lekker even je handen erin te doen. En ik vind hem gewoon echt super leuk. En vooral boven dan zo'n zwart t-shirtje of er iets leuks onder. En de kleur is een beetje bruin-witachtig. Nou, kan je het noemen crème. Lekker. En deze kostte ongeveer 8 euro. Ja, 8 euro. Het achtste item wat ik heb gekocht is dit voor in je haar. Dit is zo'n setje. En mijn nicht heeft deze ook. En dit is zo'n tasje waar dan 3 dingetjes voor je haar in zit. Het eerste wat erin zit is haarmoes. Het tweede wat erin zit is droogshampoo. En het derde wat erin zit is haarspray. En ze hebben een superleuk tekstje. En er staat op: PS, love your hair. Nou, ik vind het echt super schattig. En ook handig dat het in zo'n tasje zit. Want lekker om mee op reis te nemen. En dit kostte 3 euro. En dat is echt niet veel voor Primark natuurlijk. Zoals ik al net had gezegd. Dus echt kopen. Negende item wat ik heb gekocht is dit pakket. Hij is nu een beetje rommelig geworden. Omdat hij in de tas heeft gezeten. Maar dit is dus een muts. Een sjaal en handschoenen. Zo ziet hij er iets beter uit. En dit is dan zo'n pakket wat erin zat. En het kostte 12 euro. Nou, ik vond het echt niet duur. En hij heeft een roze, babyroze tintje. Nou, I love deze kleur. Want ik vind het zo, zo lief en schattig. En het is ook een beetje in mijn kamer gematcht. En ik vind hem gewoon echt super schattig. Het tiende item wat ik heb gekocht is een fluwelen t-shirtje of een soort jurkje. En dit
staat heel erg leuk, vind ik, onder dat vestje, dat crèmige vestje. En hij heeft hier een gouden rits op de achterkant. En het kostte 11 euro. Het 11e item wat ik heb gekocht is nog een muts. Nou, ik vind hem echt super leuk. En ook dit wollige dingetje erop. Oh. Het 11e item wat ik heb gekocht is niet bij de Primark, maar bij Bleep. En dat is een winkeltje tegenover de Primark. Waar ze echt super leuke kinderkleding, maar ook volwassen kleding hebben. Met een soort bohemi stijl VS Tour. En ik vond dat echt een super leuke stijl. Want ik ben echt van de bohemian en van de stoer stijl. Want ik hou gewoon van die bohemian vesten. En hier van die haarbandjes voor een jaar te doen. En het is het vest wat ik heb gekocht. Want ik had ook een jurkje aan. En ik had het zo koud dat we maar even een vest hebben gekocht. En toevallig zagen we deze liggen. En ik vond hem zo leuk. Ik vind deze vest echt super cool en hij is zwart met een beetje crème-kleuriger doorheen. Huisjes en ik vind hem super schattig en super cool. En ik vind deze stijl gewoon super schattig en super lief en zo. En deze vest is gewoon lekker warm, dus ik ben blij dat ik deze heb gekocht. En hij kostte 30 euro. Nou, dit was mijn shoplog. Bedankt voor het kijken. Doeg! Don't mean a thing.